leuke ontspanningsoefening met een ballon. En die is heel simpel. Je legt de ballon in je flank, precies ter hoogte van je elleboog. En je elleboogholte leunt tegen de ballon aan. De ballon drukt tegen je flanken. En het gaat er eigenlijk alleen maar om dat je hier met je gevoel en met je aandacht bij bent. Dus voel de ballon tussen je flank en je arm. Probeer vanuit je arm de afstand te peilen tot aan je ribben. Probeer vanuit je ribben door de ballon heen te voelen naar de elleboog, naar de arm. Ga na of je het gewicht van je arm helemaal in de ballon laat rusten, dat je je arm zwaar laat worden, dat die bungelt. Misschien voel je iets van de adem bewegen tegen de ballon aan. Voel dat die ballon zelf een zekere spanning heeft, waardoor die je arm wegduwt. Kortom, we zijn bezig met voelen en met het verlengen van ons gevoel. En we doen een eutonie-oefening. Dus een eutonie-oefening wil zeggen een oefening voor de goede spanning. Eutonie betekent goede spanning. En voor heel veel mensen is het beter om wat te ontspannen, omdat de spieren te gespannen zijn. En bij sommige mensen is het andersom. Die moeten juist een beetje op spanning komen. Blijf een tijdje zo staan in die gewaarwording van de ballon. Laat hem dan gewoon vallen. En voel even na wat voor veranderingen voel je in spierspanning, in je lijf. Wat is er, wat voel je, wat is er aanwezig? En vooral, wat is het verschil tussen de rechter en de linkerkant? Voel je iets in je schouders? Voel je iets in je flank? Voel je iets in je benen of je bekken? Kan overal, kan de spierspanning veranderen. Waarschijnlijk voelt het een beetje scheef op een of andere manier. En dan wordt het tijd om dezelfde oefening nog eens te doen met de linkerkant. Vooruit, ik doe even mee, pak mijn ballon er even bij. Hier, onder de linkerarm. Ook weer, arm laten bungelen, zwaar laten worden. Kijk maar, wat voel je? Wat voel je het eerst? Voel je de ballon tegen je ribben of tegen je arm? Kun je voelen hoeveel ruimte de ballon inneemt? En door te peilen vanuit je ribben naar je arm, of te peilen vanuit je arm naar je ribben. En dat noemen we het verlengen van je gevoel door de ballon heen. Ik voel dan ook dat mijn adem weer aangesproken wordt in dit gebied. Ik voel mijn arm ontspannen, de spieren ontspannen zich op een of andere manier door het voelen. Ik voel het gewicht van mijn arm in de ballon drukken en de ballon drukt weer tegen mijn ribben. En dan laat ik weer de ballon vallen en ik kijk, hoe is het nu? Hoe voelen mijn armen, mijn schouders? Waar is er iets veranderd? Hoe is het met mijn adem bijvoorbeeld? Hoe sta ik op mijn voeten? Hoe voelt mijn houding? Er kan van alles gebeurd zijn en de vraag is, wat vraagt er aandacht? Waar gaat je aandacht onwillekeurig naartoe? Voel maar na.